Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een aankondiging en uitleg voor een workshop die ik ga geven op dinsdag 28 februari. We gaan om 19:30 s'avonds beginnen. De workshop die blijft hier op YouTube staan, dus kun je niet kijken, live meekijken. Kun je hem altijd na die tijd nog terugkijken en hij blijft hier op YouTube staan. Ik geef deze workshop heel bewust op YouTube en niet op mijn groep op Facebook. Omdat Facebook wil nog wel eens voor problemen zorgen. Je hebt daar restricties waar je aan moet voldoen. Er is onlangs een workshop van mij verwijderd. Je krijgt wel een seintje, maar ja, ik heb waarschijnlijk dat berichtje gemist. En daardoor is die workshop gewoon verwijderd. Nou, ik weet dat het op YouTube verder niet gebeurt. En de kwaliteit van YouTube is gewoon veel beter. Zeker qua lives. Hij is veel stabieler. En ik denk ook dat dat komt. Facebook is daar misschien niet echt voor gemaakt. En YouTube is een platform voor video's. Dus ik denk dat dat iets beter ontwikkeld is. Maar vandaar dat ik de workshop op YouTube ga geven. En dus niet op mijn groep op Facebook. Maar ik ga er natuurlijk wel een berichtje plaatsen. Ook daar komt een uitleg. Wat gaan we doen? En we gaan iets heel leuks maken. Tenminste, ik denk dat het heel leuk gaat worden en kan worden. Je kunt het allemaal op je eigen manier gaan doen. Iedereen kan meedoen. Het is niet super moeilijk om te maken. Er zit wel een klein beetje uitdaging in. Maar ik denk dat iedereen wel heel veel kan leren. Ik ga het gewoon langzaam doen zoals ik dat altijd eigenlijk doe. Dus iedereen kan meedoen, mochten ze dat willen. Ik ga niet al te dure materialen gebruiken. Misschien materialen die jij er hebt liggen. Maar ik ga ook wel materialen benoemen die jij eventueel ook kunt gebruiken. Ik ga materialen laten zien die heel handig zijn in gebruik. En die misschien best wel de moeite zijn om aan te schaffen. Dus ik ga je gewoon meenemen tijdens deze video. En ik ga je het gewoon laten zien wat we allemaal gaan doen. Wat je er allemaal voor nodig bent. En dan hoop ik dat ik jullie dinsdag 28 februari allemaal zie. Dat jullie gezellig met mij meedoen. Of in ieder geval gaan kijken. En het later gaan doen. Kan natuurlijk ook. En dan gaan we er samen iets moois van maken. Nou, wat heb ik bedacht? Een heel leuk boekje-achtig iets. Heel simpel. Hij sluit met een stukje touw. Ik heb gewoon jutetouw genomen. Had ik er nog liggen. En ik kwam op het idee door een digikit wat ik gekocht had op Etsy. Ik heb hem hier liggen. Ik ga er straks heerlijk mee aan het vreubelen. Ik heb alles uitgeprint inmiddels. En ik kwam dus echt, dat boekje, dat ziet er ongeveer zo uit. Veel uitgebreider. Ik ga de link wel plaatsen van dit. Ik hoop dat hij nog te koop is op Etsy. Ik heb hem kunnen kopen met een speciale korting. Anders had ik dat denk ik nog niet eens gedaan. Maar ik vond hem heel gaaf. En het is een steampunk journal en een hele complete set. En ik vind hem onwijs gaaf, dus daar ga ik lekker mee aan de slag straks. Maar dat boekje, dat bracht mij weer op ideeën. En dit is het uiteindelijk geworden wat ik ervan heb bedacht. Het is een ander formaat, maar het idee is wel, komt er in ieder geval in de buurt. Ik zou nooit zomaar iets klakkeloos over gaan nemen. Niet mijn stijl. Ik moet er altijd iets aan veranderen. Nou, het is heel simpel. Een boekje wat ik ga maken van dat dubbelzijdige designpapier van de Action. Die blokken van 12 inch. Wat je bij de Action kunt kopen. Ze hebben daar nu dat dubbelzijdige designpapier weer liggen. Heb je nog enkelzijdig, wil je dat gebruiken? Het kan, maar dan zul je even de achterzijde zul je wat moeten gaan bewerken. Dat kun je bijvoorbeeld gaan doen met masstencils en wat inkt. Dat jij met een borsteltje of met een blending tool inkt door het stencil heen gaat doen. Dat je op die manier jouw achterkant gaat bewerken. Of dat je daar dun papier tegenaan gaat plakken. Er zijn wel verschillende manieren voor om dat dubbelzijdig te krijgen. Maar heb je dat dubbelzijdig papier, dan ben je gewoon veel sneller klaar. En werkt gewoon een stuk gemakkelijker. En kies gewoon de blokken die jij mooi vindt. Want er zijn verschillende blokken verkrijgbaar. Ik had deze liggen. En dit heb ik even gebruikt om snel dat voorbeeld te maken. Nou, het voorbeeld heb ik hier liggen. Ik ga er even snel doorheen wandelen. Daarna ga ik vertellen
welke materialen we allemaal gaan gebruiken verder. Dus het papier is van de Action, niet duur. Nou, er zaten van die kleine kaartjes in en die heb ik dus ook gebruikt bij mijn ontwerp om dat te bedenken. Ik heb hier een waterval systeempje bedacht. Ik heb hier twee flapjes en dat sluit heel simpel met een touwsysteempje. Gaan we ook samen maken hoe we dat gaan doen. Het is echt niet zo moeilijk als dat het lijkt. Maar dat ga ik jullie leren. En binnenin hier zit een filefolder. En ook dat ga ik jullie leren. Ik ga leren hoe je heel gemakkelijk zelf zo'n tapje kunt maken. Ja, er zijn dies voor. Ja, er zijn ponsen voor. Maar je kunt het ook heel gewoon zelf maken. Helemaal niet zo echt moeilijk om te doen. Met een restje papier kom je al heel ver. Nou, die filefolder, daar kun je natuurlijk ook van alles mee doen. Ben je een kaartenmaakster, kun je dit gaan gebruiken als een kaart. Ben je van de junk journals, dan ga je hier junk journal stijl van maken. En hou je van scrapalbums, dus dat je daar foto's in gaat bewerken. Nou, die filefolder, daar kun je al leuke foto's in gaan plakken. En je kunt hier natuurlijk ook losse foto's bij in gaan doen. Hier is nog een pocket voor een smalle tag. Die kun je ook nog, misschien dat we nog tijd hebben om hem te gaan maken. Maar ik ga je wel uitleggen hoe je dat allemaal kunt doen. Je zou hier bovenop nog een extra pocket kunnen doen. Ga ik niet doen. Ik heb hem bewust een beetje simpel gehouden, zodat iedereen hem eigenlijk mee kan maken. En nogmaals, ik sluit hem gewoon met een jute touw. Nou, wat zijn we allemaal nodig? Dat ga ik nu vertellen. Nou, als eerste, onder in de beschrijving van deze video. Soms is dat een minuutje wat je even uit moet klappen. Een pijltje wat je dan op moet klikken. Dan ontvouwt zich er een menu. En dan zie je de omschrijving van de video. In de omschrijving van de video ga ik het boodschappenlijstje wel vermelden wat je allemaal nodig bent, wat ik in ieder geval ga gebruiken. En ik ga daar maten op schrijven van papier en we gaan werken in centimetermaten. Dan weet ik zeker dat iedereen mee kan doen. Niet iedereen weet nog goed hoe ze met inchmaten kunnen werken. Dus vandaar dat ik het bewust in centimetermaten heb gemaakt. Ik ga dus in het boodschappenbriefje ga ik vermelden wat je allemaal alvast op maat moet snijden. Dan heb je dat al klaar. Hoef je dat tijdens de workshop niet te doen. Dat scheelt gewoon alweer een beetje tijd. Dus je moet een klein beetje voorbereiden. Maar ja, dat doe je toch al. Want je gaat spulletjes klaarleggen die je gaat gebruiken. Dus het papier al even op maat voorsnijden. Dat scheelt gewoon ontzettend veel tijd. En een stuk minder stress voor jezelf. Dus ik ga het allemaal vermelden onder in de beschrijving van deze video. Nou, dat papier van de Action. Het zijn geen dure blokken. Ik volgens mij 2,49, 2,59, zoiets. Kost zo'n blok. En daar heb je gewoon heel veel papier in zitten. En ik vind het gewoon heel fijn designpapier om te gebruiken. Het is lekker stevig. En ik gebruik het gewoon ontzettend veel. Dus dat ben je nodig. Nou, een snij- en rilapparaat. En ik heb hier mijn apparaat van Fasen liggen. Apparaat wat ik al heel lang heb. Wat ook perfect recht blijft snijden. De mesjes kun je eenvoudig verwisselen mochten ze bot zijn. Maar ik weet dat de Action dit soort snijapparaten ook in hun collectie heeft. En die zijn niet duur. Dus heb je nog geen snij- en rilapparaat, gebruik je misschien niet zo heel vaak. Dan zou ik zeggen, ga voor die van de Action. Dat is een prima budgetoplossing. Wil je wat meer geld kwijt, dan is deze van Fase. Maar er zijn er van meerdere merken wel te koop die ongeveer hetzelfde zijn. Wat ik zo fijn vind van deze, is dat ik mijn snij- en rilmesje er gewoon in kan laten zitten. Ik heb een heel mooi snijapparaat van Tonic, maar dan moet ik elke keer de mesjes gaan verwisselen. Wil ik gaan rillen, moet ik het rilmesje erin doen. En heb ik wat groter papier, nou dat heb ik nu in dit geval, dan ga ik soms niet uitkomen met mijn snijmesje. En daar heb ik met dit apparaat gewoon geen last van. Dus mijn apparaat van Fasen, die ga ik gebruiken. En mijn rilmesje heb ik altijd helemaal naar beneden. Mijn snijmesje helemaal naar boven, kan er niets mee gebeuren. Dus een snij- en rilapparaat, die zijn we nodig. En dat is echt wel een basistool wat je gewoon heel vaak nodig bent. Nou, een schaar.
Ook gemakkelijk om te hebben liggen. Kun je soms, als je iets scheef hebt gesneden, kun je het eventjes bijknippen. We moeten ook hoekjes gaan afknippen. Nou, dat kun je doen met een schaar. Ja, ik gebruik mijn schaar het liefst van Tim Holtz. Hij blijft super scherp. Er zit een dopje bij voor de bescherming. En dit is echt mijn schaar. Hij ligt gewoon heel fijn in de hand. Die grote ogen, die lastige handen van mij. Ik vind hem gewoon heerlijk vasthouden. Dus deze heb ik altijd bij de hand. Nou, ik zei al, jute touw. We gaan hem gebruiken voor de sluiting. Heb je geen jute touw, stukje lint, werkt ook prima. Misschien heb je borduurgaren, kun je ook prima gebruiken. Maar ik vond dit wel passen. Niet zozeer bij deze wat ik als voorbeeldje heb gemaakt. Maar degene die ik tijdens de workshop ga maken, die wordt meer vintage stijl. Ja, dan vind ik die jute touw vind ik daar gewoon hartstikke mooi bij staan. Dus jute touw, borduurgaren, lintjes. Dat ben je nodig voor de sluiting van het boekje. Ik heb hier verschillende ponsjes bij me neergelegd. Ik heb hier een cirkelpons. Dit is een 1 inch cirkelpons. Super handig. Waar gebruik ik deze voor? Die gebruik ik om de sluitingen te maken. Dus die rondjes wat je hier ziet. Die maak ik met die pons. En ik heb hier in de pocket heb ik een notch gemaakt, zoals ze dat noemen, een inkeping. En dat doe ik ook met die 1 inch cirkelpons. Dus de 1 inch cirkelpons is een pons die ik eigenlijk best wel veel gebruik. En er zijn verschillende te koop. Ik ga wel even kijken of ik daar linkjes naar kan plaatsen. Maar het is echt wel een investering waard. Hij is niet super duur, maar ja, ik weet dat die verzendkosten, die zijn nu eenmaal. Hij kan niet als brievenbuspost verzonden worden. Maar er zijn gewoon webwinkels die hebben boven een bepaald bedrag, hebben ze gratis verzendkosten. En daar kun je gebruik van maken natuurlijk. Maar een 1 inch cirkelpons is super handig. Heb je dat nu niet? Een passer en een schaar werkt ook prima. Misschien heb jij wel een die wat er in de buurt komt. Dus gewoon een kleine cirkeldie kun je ook gebruiken. En een dopje van een flesje kun je ook prima gebruiken. Teken je even langsheen. Je knipt het uit. Heb je ongeveer hetzelfde. Maar zo'n 1 inch cirkelpons is wel gewoon ontzettend handig om te hebben. Als jij net als ik meerdere van dat soort projecten gaat maken. Nou, een afrondpontje. Ik heb hier een hele oude liggen. Tegenwoordig zijn er heel veel leuke pontjes te koop waar je meerdere hoekjes in hebt. Ik heb voor elk hoekje nog een apart pontje. Vroeger had je die alles in één pontjes nog niet. Moest je voor elk hoekje een apart pontje hebben. Deze heb ik vroeger nog verkocht in mijn webwinkel. Als je eenmaal zo'n pontje hebt aangeschaft, als het goed is, als je er een beetje zuinig mee bent, kun je er gewoon je leven lang mee doen. En een afrondpontje, die gaan we ook gebruiken om alle hoekjes mooi af te ronden. Ik vind het net wat netter staan. Het hoeft niet, maar ik vind het net iets meer die afwerking hebben. Dus een afrondpontje, die gaan we ook gebruiken. Ik heb hier oxide ink staan, de vintage foto. Die past weer bij wat ik allemaal wil gaan doen. Met een sponsje. Ik heb hier in dit voorbeeld de randjes niet afgewerkt met inkt. Ik ga dat straks tijdens de workshop wel doen. Je zou ook alle randjes nog ruw kunnen maken. Dat ga ik niet doen tijdens de workshop. Maar dat zijn allemaal opties. Ga ik allemaal tijdens de workshop wel uitleggen. Wat je daar allemaal nog mee kan doen. Maar ik ga het in ieder geval wel beinkten. En dat gaan we in ieder geval wel doen. Lijm ben je ook nog nodig. Je zou ook dubbelzijdig tape kunnen gebruiken. Maar ik werk het liefst met lijm. Waarom? Ga ik iets scheef, kan ik nog corrigeren. Heb jij dubbelzijdig plakband gebruikt, dan is vaak vast is vast. En dan kun je het niet meer loshalen, kun je er niet meer mee gaan schuiven. Dus ik gebruik dan het liefste lijm. En dan gebruik ik de lijm van Nuvo. En ik zal het laten zien. Die heeft een heel smal touwtje. En dat is wel iets wat jij nodig bent. En heb jij dat nu niet, dan is er wel, heb je altijd andere lijm. En die heeft niet zo'n heel smal touwtje. Ik vind deze lijm bijvoorbeeld ook heel fijn om te gebruiken. Nou, die heeft niet een heel smal tuitje. Die heeft een gewone normale tuit. Nou, er zijn kleine flesjes te koop met zo'n ijzeren tuitje. Die kun je dan vullen met lijm. En dan heb je ook lijm met een heel smal tuitje. Waarvoor ben je nou dat smalle tuitje nodig?
nodig. Nou, als jij die pockets gaat verlijmen, dan moet jij een heel smal randje langs die pocket gaan maken, langs die zijkantjes gaan maken, zodat je heel weinig lijm opbrengt. Dan hou je nog ruimte hier over voor die tag. Ga je dat met een hele dikke lijn doen, dan ben je gewoon heel veel ruimte kwijt. En dan kun je er maar zo'n smalle tag in doen. Hoe smaller jij die lijntjes maakt, des te groter dat die tags ook gewoon kunnen worden. En dat geldt voor alles eigenlijk wel met die boekjes wat je dan vaak maakt. Hele kleine beetjes lijm zijn vaak meer dan voldoende. En dan blijft het echt wel zitten. Dus lijmt met een smaltuitje, dat is wat we ook nodig zijn, wat we dan gaan gebruiken. Nou, en dan heb je natuurlijk je basismaterialen wat je gewoon bij je neer kunt leggen. Een liniaal, een potlood en een gum. Een vouwbeen is natuurlijk ook heel makkelijk om bij de hand te hebben, maar dat kun je ook met de achterkant van een schaar doen. Je kunt het met de nagels eventjes doen. Ik ga het allemaal wel uitleggen tijdens de workshop, maar dat zijn al zo dingen die je kunt vervangen. Maar de meeste hebben wel een vouwbeen liggen. Leg die gewoon vast klaar. Kun je hem gaan gebruiken wanneer je hem nodig bent. We gaan dus in ieder geval de basis maken. En je kunt hem natuurlijk helemaal gaan pimpen. Helemaal gaan afmaken zoals jij het mooi vindt. Ik denk dat we daar niet genoeg tijd voor hebben tijdens de workshop. Maar dat kun je later doen. Ik zou het wel ontzettend leuk vinden om al die creaties terug te zien op de groep op Facebook. Patricia's Inspiratiehoek. Daar zie ik ze namelijk allemaal wel voorbij komen. Hoewel ik heel veel van jullie op Facebook heb. Ik zie niet al jullie creaties voorbij komen. Ik heb zoveel mensen op Facebook dat ik gewoon heel veel berichten mis. En dat is het nadeel van heel veel mensen op Facebook hebben. Maar ik zou het wel heel leuk vinden om ze in de groep ook terug te zien. Dus plaats ze daar ook vooral. Dan ben ik heel nieuwsgierig wat jullie ervan gaan maken. Welke stijl jullie gaan doen. Jullie eigen stijl, hoop ik. Je mag het gewoon je heel geheel eigen gaan maken. Je mag het zo vaak maken als jij wil. Je mag het gaan veranderen zoals jij het wil. Maar dit is een basis die ik jullie wil gaan aanleren. Tips en trucs die ik jullie wil gaan geven. Zodat jullie ook zo'n mooi boekje kunnen gaan maken. Heb je nog vragen? Stel ze mij hier. En heb je opmerkingen? Zet ze er natuurlijk ook in. Dus dinsdag 28 februari om 7:30 gaan we beginnen. Gaan we samen dit leuke boekje maken hier op YouTube. En ik hoop dat jullie allemaal mee gaan doen. En ik zou het in ieder geval heel gezellig vinden. En dan gaan we weer voor het eerst dit jaar iets leuks samen doen. Dit was het voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. En graag tot snel. Tot de volgende keer. Doeg!